Zinken 1, de jongste Miyabe 2 en Aardenberg 3 zo staan. Pat Kelly, zoon van een Schotse moeder en een Ierse vader. En hij is er gelukkig toch. Ik ben even in verwarring gebracht door de Franse televisie om zijn naam niet op het bord prijkte. Maar hij is er dus toch. Rechts Pat Kelly uit Calgary, Canadees, tegen Dan Jansen. Teleurstellend, vooral voor hemzelf natuurlijk. Vierde op de 500 meter net buiten de prijzen. Daar waar iedereen hem speciaal zo gegund had. Na het drama van 4 jaar geleden. Twee keer een val. 16-96. Doe maar. Dan Jansen. Zou die hier alles even gaan rechtzetten? In Amerika leeft op de tribune. Het ziet er in ieder geval heel goed uit wat die Dan Jansen doet. Je ziet hem goed doorzakken en die knie naar voren duwen. En dan gaat Kelly onderuit. Nou, dat is al de tweede keer, want op de 1500 meter gebeurde dat ook al. Hier gaat Jansen in 44-63. En ook dat is de snelste doorkomst, rondetijd 27-6. Snelste passage was van Thibaut tot dusver. Die hield het niet vol in die laatste ronden. En wat doet Dan Jansen? Het gaat hem niet meer makkelijk hoor. Nee, kijk eens. Met grote moeite gaat hij daar door die bocht. Kijk eens even. Hij heeft zich helemaal leeg gereden waarschijnlijk. Wat kost dat een tijd. Wel een volle seconde kost dat daar in die bocht. En waar komt hij op uit uiteindelijk? Dit zal heel veel pijn doen bij Dan Jansen. 1.17.34, voorlopig een 15e plaats slechts voor de Amerikaan. Die alle ellende van Calgary hier had willen vergeten. Nou, dat is hij niet vergeten. En dit zal hij voorlopig ook nooit meer vergeten. Een 15e plaats voorlopig en er moeten nog wat outsiders rijden. Daar gaat Kelly. In de andere bocht ging hij onderuit op de 1500 meter. En hij moet toch goed kunnen schaatsen, want zijn vader was een hockeylegende, Red Kelly. Wie kent hem niet? En daar ligt Pat. Dan hebben we het eerste deel van deze 1000 meter drop zitten. De eerste 8 van de in totaal 23 ritten. Dan zullen we even het klassementje, neem ik aan, opmaken. Terwijl de Franse televisie ons nog even weer vergast op dat moment dat Pat Kelly ten val kwam. Nou, ik ben geneigd te zeggen, dat weten we nu eigenlijk wel. Als het niet in beeld komt, dan geef ik het u even voordat we teruggaan naar Hilversum. Olaf Zinken is de verrassende leider van het klassement. 1.14.85 is zijn snelste tijd op dit moment. Voor Yukinori Miyabe in 1.14.92. Peter Aardenberg staat derde, 1.15.04. 100ste seconde voor de nummer 4, Igor Zhilesovsky. 5, Guy Thibault en 6, Nikolai Guliaev. Dat is het eerste resultaat na 8 ritten.